Dames en heren, welkom bij de historische context China van keizerrijk tot kapitalisme van 1842 tot 2001 voor het VWO, paragraaf 3.2, de Chinese Republiek. Oké, welk leerdoel staat ons te wachten voor deze video? We gaan kijken hoe China zich ontwikkelde onder de nationalisten. En bij dit leerdoel hoort het kenmerkend aspect het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën, communisme en fascisme / nationaal socialisme. Na het overlijden van Chiang Kai-shek werd Sun Yat-sen in 1917 weer politiek actief. Hij was gevlucht naar Japan, maar ziet weer politieke kansen als Chiang Kai-shek komt te overlijden. En hij gaat ook weer leiding geven aan de Kuomintang, de KMT. En eigenlijk onder zijn leiding vormt hij al heel snel een regering in Canton in Zuidoost-China. En hij probeert daar eigenlijk een nationalistisch China op te bouwen. Maar dat is uiteindelijk hem niet gelukt, want in 1925 komt Sun al te overlijden en neemt een generaal, Chiang Kai-shek, de leiding over van het KMT, van de KMT, de Kuomintang. We zien hier een foto van hem. Dit is een generaal, een militair, en hij gaat eigenlijk heel militaristisch leiding geven aan die KMT. Hij begint gelijk een veldtocht tegen de krijgsheren van China om zoveel mogelijk China te verenigen. Dat noemen we de Noordelijke Veldtocht. Die duurt van 1926 tot 1928. Hij probeert iedere krijgsheer eigenlijk te verslaan en te onderwerpen, zodat er één staat komt in China. Nou, dat nieuwe revolutionaire leger, die NRA van generaal Chiang Kai-shek, was zeer succesvol door een aantal zaken. Allereerst, dat leger had zowel de steun van de nationalisten als van de democraten en anderen. Iedereen wilde een einde aan die grote verdeeldheid, aan die grote chaos, die grote onrust waaronder China al heel lang gebukt ging. Ook waren die soldaten van die nieuwe revolutionaire leger ongelooflijk goed getraind en zeer gemotiveerd. Ze waren allemaal heilig van overtuigd dat zij aan het vechten waren voor de goede zaak. En zij wilden die krijgsheren ook verslaan. En ook het volk is ongelooflijk tevreden over hen. Ze worden ontvangen als bevrijders. Het volk ging gebukt onder geweld van die krijgsheren. En juist die nationalisten van de NRA en de KMT, die gingen heel lief om. Die gingen heel goed om met de lokale bevolking. Hoe komt dat? Nou, zij werden goed betaald. En dus plunderden zij veel minder en pleegden zij veel minder geweld tegen die bevolking. En dat werkt natuurlijk ongelooflijk goed om het hart van het volk te winnen. En als laatste, deze generaal Chiang Kai-shek, die kocht ook een heel hoop krijgsheren om. Hij gebruikte gewoon de staatskas om krijgsheren in feite om te kopen en zich op deze manier over te geven. We zien dat de KMT en de CCP nog steeds in een verenigd front vechten tegen de krijgsheer. Maar we zien eigenlijk dat Chiang Kai-shek langzaam maar zeker een eigen koers gaat varen. Maar in naam en ook op papier zijn de CCP en de KMT nog steeds samen één verenigd front. Chiang Kai-shek die vestigde de hoofdstad in Nanking. Hij verplaatst dus de hoofdstad van Canton naar het noorden, naar Nanking. En we zien eigenlijk dat de spanningen tussen die twee partijen steeds groter worden. Ze liggen gewoon te ver uiteen wat betreft ideologie. En zeker generaal Chiang Kai-shek zelf heeft een groot aandeel gehad in de uiteindelijke breuk. Hoe komt dat nou? Allereerst, Chiang Kai-shek had zelf ongelooflijk anticommunistische gevoelens. Hij was een zware anticommunist. Hij was echt een nationalist in hart en nieren en vertrouwde de communisten eigenlijk totaal niet. Hij had ook heel veel angst voor infiltratie, voornamelijk vanuit Moskou. Hij wist ook dat de CCP gesteund werd door de Sovjet-Unie. Hij zelf werd ook gesteund door de Sovjet-Unie, maar hij had eigenlijk wel het idee dat de communisten voorgetrokken werden. Dus hij was heel erg bang voor infiltratie. En hij ziet ook overal samenzweringen, hij ziet overal tegenwerking van de CCP binnen zijn regering. Dus hij wil eigenlijk gewoon van die communisten af. Nou, deze spanningen luiden uiteindelijk tot een breuk tussen de twee, tussen de nationalisten en de communisten. En dat is eigenlijk de start van de Chinese burgeroorlog. In 1927 begint die, dat duurt tot 1937. Dat is de eerste helft van de burgeroorlog. En daar gaan we in latere video's nog even op in waarom er een breuk ontstaat. En we zien eigenlijk gelijk dat Chiang Kai-shek gelijk met dat
grote leger van hem een klopjacht gaat beginnen tegen alle communisten die hij kan vinden. Hij pakt ze op, hij laat ze vermoorden. Het is echt een grote terreur en grote geweld richting de communisten. En Chiang die herstelt al vanaf 1929, dus 2 jaar daarna al, het centrale gezag. Voor het eerst in lange, lange tijd is China weer een staat dat geleid wordt door één partij. En in dit geval een autoritaire éénpartijstaat. Hij laat zichzelf generalissimo noemen, hè, de absolute leiders. We zien al heel veel fascistische en nationaal-socialistische trekjes bij Chiang ontstaan. Terwijl hij in hart en nieren eigenlijk een nationalist is. Nou, hij behoudt zijn macht met behulp van blauwhemden, zogenaamde knokploegen. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de zwarthemden van Benito Mussolini in Italië en van de SA richting Nazi-Duitsland. Hè. En we zien eigenlijk dat hij op deze manier alle politieke tegenstanders uitschakelt. Hij laat ze oppakken, hij laat ze vermoorden. We zien dat hij echt bezig is met een autoritaire staat te creëren. Maar er zijn ook positieve dingen te noemen. Onder zijn bewind zien we ook dat China gemoderniseerd wordt. Hij richt zich op de opbouw van industrie. Hij breidt de infrastructuur uit. Dat wil zeggen wegen, spoorlijnen, havens, kanalen, noem maar op. Hij gaat elektriciteit aan laten leggen door heel het land. China is een agrarische samenleving waar elektriciteit echt iets is van steden. Maar hij ziet daar de mogelijkheden van en hij wil ook dat China gemoderniseerd wordt, dus vandaar die elektriciteitsleiding. En ook vliegvelden, mensen, die vliegverkeer staat nog in de kinderschoenen, maar hij ziet daar het belang van en hij laat dus ook vliegvelden aanleggen. En het lukt hem zelfs om een aantal van die ongelijke verdragen die China opgelegd heeft gekregen, om die af te schaffen. Dus we zien ook een grote moderniseringsslag onder het bewind van de Kuomintang. Maar die modernisering blijft helaas maar beperkt tot de steden. We zien dat Chiang Kai-shek heeft voornamelijk invloed in de steden. Zijn leger weet de steden te beheersen, maar het platteland daaromheen eigenlijk niet. China is zo verschrikkelijk groot, het lukt hem niet om met zijn nationalisten de controle over heel China te krijgen. En het platteland blijft dus enorm achter. Hè. Hij blijft heel arm en onderontwikkeld. En die KMT-regering van hem die gaat ook gebukt onder corruptie. En we zien heel veel functionarissen die verschrikkelijke luxe levens leiden. Die feesten geven, enorme chique kledij, eten totdat ze niet meer kunnen. Terwijl het land eigenlijk heel erg arm en heel erg gebukt gaat onder voedseltekorten. Dat is natuurlijk een grote corruptie. Verder zien we ook misdaad. De georganiseerde misdaad is een groot probleem in China onder Chiang Kai-shek. Waarom? De KMT werkt ook met misdadigers om hun macht te behouden. Dus het wordt enigszins getolereerd. En als je misdaad tolereert, dan zie je ook dat misdaad groter en groter wordt, dames en heren. En dat wordt dus ook een groot probleem, zeker in combinatie met corruptie, waarin het dus ook gedoogd wordt. En verder zien we ook dat niet alle krijgsheren verslagen zijn door het leger van Chiang Kai-shek. Een aantal krijgsheren blijft weerstand bieden, blijft een gooi naar de macht doen. Dus het blijft onrustig in China. Chiang die blijft continu die communisten achtervolgen, blijft klopjachten organiseren, blijft ze achtervolgen. En daarom zie je dat heel veel communisten, we zien hier een hele mooie foto, hun wijk maken, vluchten naar het platteland, waar ze enigszins veilig kunnen zijn om communist te zijn. En juist in die moeilijk bereikbare plekken op het platteland, denk aan hoog in de bergen of ver weg van alle steden, wegen en infrastructuur, daar richten zij basissen op om uiteindelijk het Rode Leger in 1928 op te richten. En we zien hier een hele mooie foto daarvan. Hè? De rode vlag van de communisten. Het is in dit geval zwart-wit, maar het is een rode vlag. Neem dat van mij aan. Met de hamer en sikkel op basis van het symbool van de Sovjet-Unie. In een van die basissen roept een lokale communistenleider Mao Zedong in 1931 de Chinese Sovjet-Republiek uit. En in feite is dat het moment dat de revolutie begint te rollen, begint te draaien. De communistische revolutie weliswaar. Mao, we zien hem hier op de foto helemaal links, is ervan overtuigd
dat niet fabrieksarbeiders en niet arbeiders in de steden de communistische revolutie moeten dragen. Nee, het moeten de boeren zijn op het platteland die deze communistische revolutie tot uitvoer moeten brengen. En daarom begint hij juist alle boeren in de omgeving op te zetten tegen bestuurders, grootgrondbezitters en iedereen die maar een vertegenwoordiging is van het oude regime. Op te zetten als klassevijand. Dat zijn de grote vijanden van het communisme, de grote vijanden van de Chinese revolutie. Mao Zedong ziet ook overal gevaar. Hij is vanaf het begin al, vanaf een jonge man al, enorm paranoia. En hij laat ook de communistische partij, dames en heren, regelmatig zuiveren. Iedere politieke tegenstander die hij ziet, of die hij als politieke tegenstander ziet, wordt gezuiverd en wordt uit de weg geruimd om plaats te maken voor de grote Mao Zedong. Het nationalistische leger onder Chiang Kai-shek blijft actief jacht maken op die communisten. En ze trekken ook het platteland op om die afgelegen basissen te vinden en uit te schakelen. En we zien op een gegeven moment dat het leger de basis van Mao nadert en dan vluchten de communisten naar het noordwesten, naar een veiligere gebied. We zien eigenlijk dat in het zuidoosten van China het eigenlijk voor de communisten helemaal niet veilig is, maar dat het noordwesten, of in ieder geval richting het noorden, dat de nationalisten daar minder controle hebben over het platteland, dus daar gaan ze heen vluchten. Maar dit is niet zomaar bereikt. Het is een gigantisch barre tocht, dames en heren, 8000 kilometer door de moeilijk begaanbaar terrein, denk aan heuvels, bergen, passen, meren worden overgestoken, rivieren, grote ravijnen. Het is een verschrikkelijk barre tocht. Mao Zedong is een van de leiders van deze grote lange mars. En hij is uiteindelijk vooral na deze lange mars de onbetwiste leider van de Communistische Partij van China. Tijdens die tocht plunderen ze lokale dorpen om zichzelf maar te bevoorraden. Ze moeten vechten voor hun leven tegen krijgsheren die nog steeds de dienst uitmaken onderweg. En we zien uiteindelijk dat dan maar 10% van de mensen die daadwerkelijk begonnen zijn met deze lange mars, dat deze mars overleven. Dus het is een gigantische uitputtingsslag en Mao Zedong is uiteindelijk de onbetwiste leider van de CCP. Goed, wat was het leerdoel? We moesten kijken naar hoe China zich ontwikkelde onder de nationalisten van Chiang Kai-shek. We zien dat na de dood van Sun Yat-sen, generaal Chiang Kai-shek de leiding overneemt over de Kuomintang. Hij start de noordelijke veldtocht met zijn nieuwe revolutionaire leger om die krijgsheren te verslaan. Dat lukt vrij goed, maar er ontstaan spanningen binnen dat verenigde front tussen de KMT en de communistische CCP. En uiteindelijk breken ze met elkaar. En dit leidt tot de eerste Chinese burgeroorlog, of eigenlijk de eerste periode van de Chinese burgeroorlog van 1927 tot 1937. De communisten worden keihard vervolgd door de KMT en vluchten naar het platteland. Chiang Kai-shek wordt leider van China en onder zijn leiding wordt China in de steden gemoderniseerd. Helaas heeft de KMT-leger en de KMT-regering last van corruptie. Ze krijgen niet de gehele controle over China. De communisten organiseren zich op het platteland. Mao Zedong roept in 1931 de Chinese Sovjetrepubliek uit en begint een communistische revolutie. Mao wordt opgejaagd door het nationalistische leger. Zij vluchten uiteindelijk vanuit het zuiden naar het noorden in deze barre tocht, de lange mars genoemd, wordt Mao Zedong de onbetwiste leider van de CCP.